midden in de nacht gaan we de zee op. 14 oktober. Dus vakantie. Dus kamperen. Dus ik lig met handschoenen aan in bed. Good morning, rise and shine. Half van Enkhuizen verlaten. En nu zitten we op de enigste naviduct van Nederland. En het is 6 uur 's ochtends. En het is zo koud. Wat doe ik hier? En waarom ook vooral? Let's feel it while we're still young and fearless. Let go of the light, all in on the dark side. Almere, Volendam, Marken, Horen, Enkhuizen, ja. Dikke bak hoor dat, zo. Serieus? Dat was een bol sluisje. Ging blaffen. Ging blaffen dat ik op de sluisje in die steek. Topper! Nou, we zijn bij de Zuiderbrug, Broek in Waterland. Het is een wonder. Het is gewoon een wonder dat we zo ver zijn gekomen. Ja, met twee buitenboordmotoren. Er stond vroeger een DAF in deze scootje. Is er nou ook een hefbrug? Ja, gaat gelijk.
spacen. Hoe diep zit dat mechanisme dan niet onder de grond? Kijk als trainer eruit komt. Hou ervan. Dikke hydrauliek motoren. Mooie techniek. Oh, ik hou van techniek. Hier zou ik nog wel een keertje in de machinekamer willen kijken. Brute brug, man. Kijk dat hoogteverschil. Oké, maar hoe vet is dat dan dat je zo afgelegen woont dat je gewoon een eigen veerpontje nodig hebt om naar je woning te komen? Ik zie het alleen maar hier en ik vind het echt fantastisch. Doei! Kabelpontje nodig om bij je woning te komen. Fucking vet. Heeft u vandaag gegeten? Bedankt dan een boer! Bedankt boer! Hey boer! Dankjewel man!